Ikke is richting mijn werkje toe, anders ga ik nog veel te laat zijn. Ik heb de vlog geüpload, die staat dus in de upload. Dus dat komt ook nog allemaal wel weer al goed. En er zijn ook twee mensen gebannen. Ook van, deze keer nu van YouTube. Ja, die zijn dus verborgen. Dus als ze slechte commentaar blijven geven, na een redelijke langere tijd, dan gaan die natuurlijk op verborgen. Want ik ben blijkbaar terug goed bezig, want mijn abonnees zijn terug aan het stijgen. Bij deze, dan weten jullie dat. Ik laat me niet zomaar doen. Nee, ik laat me zeker niet zomaar doen. Oh. En dan gauw mijn kabasje maken. En dan vertrekken naar mijn werkje toe. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Ja, kijk, we liggen hier aan. Ik wou nog iets zeggen. Ik heb dus zo wat tijd tekort gehad om de face shields te vinden. Dus dat hangt eraf dus, hoe nu de bus gaat zijn. Kan het een grote bus zijn, kan het geen grote bus zijn, ik weet het niet. Hoppa, die is weg. En die is ook weg. En ik ben mij ook een klein beetje aan het haasten. Omhoog, want het is al 39, 40 graad de toeter. Maar ik zit niet meer zo ver af van Bewelse Truiden. Ik heb iets te lang ook op wc gezeten. Ah, fuck it, hè. Echt waar, ik heb meer dan een kwartier op wc gezeten. En dat heeft mij nu dus de tas om laten draaien. Voor, ja... Zeg het. Om wat later aanwezig te zijn op mijn werk. Dus nu gaat het toeter. Red light camera reported ahead. Dankjewel. No need to draw attention. Dankjewel. Let's keep this Batmobile in stealth mode. Dankjewel, Batman, dat je dat hebt gezegd. Staan. Want elke minuut dat ik nu verlies is 1 minuut te veel. Allee, ik zie jullie straks terug naar mijn werk, want ik ben er nu bijna. Tot zo. Yo, mensen. Ik heb het dus gedaan met werken. En ja, ik heb mijn mondmasker nog altijd aan. Ja, de besmettingsgraad is nog altijd meer onderend gewoon niet. Er zijn nog altijd meer mensen aan besmetten geraakt. En dat hebben we ook vandaag gehoord op bedrijf X. Dat we meer afstand moeten houden al. We mogen geen materiaal gebruiken van... Allee, zeg het. Van andere mensen. En ik zei hier heel schoon. Heel alleen. Voilà. Ik richting beneden gaan, dan ga ik s'avonds ook naar Bea toe. Dan gaan we hebben een vrije tijd. Ah ja, waar heb ik ook nog gedaan in bedrijf X? Dat is karton kapot snijden. Dan weten jullie al sowieso al. Dan weten jullie sowieso dat. Welk bedrijf dat ik heb gewerkt bij deze. Ik ga jullie niet laten, ik ga me concentreren op de baan. Ik ga ook mijn Bluetooth moeten inschakelen. Waarom? Om mijn schatje op te bellen. Want mijn schatje heeft mij dringend nodig, blijkbaar. Tot zelfs. Wat was er juist het probleem? Dus ja, ik ga die probleem dus zelfs moeten aanpakken. Dat is, zeg het. Ja, daar heeft dus blijkbaar iemand op mijn website geschreven bij de reacties dat ik ermee ga stoppen. Als ik ermee ga stoppen,
Dus knoot dat nu goed in je oren. Kan je dat niet via mijn website eerst te weten komen, maar wel via een YouTube-filmpje. Maar heb ik dit al ooit gezegd in een YouTube-filmpje dat ik ermee ga stoppen? Nee. Ze zijn mij gewoon heel zwaar aan het aanvallen om mijn abonnees, om mijn viewers, om mijn kijkers, noem maar op, om kwijt te schelden. Dus dat ik qua abonneeverlies ga leiden. Dus nee, ik ga niet, dus ik herhaal, ik ga niet stoppen met YouTube. Bij deze. Dus mensen, als mensen reageren op mijn nieuwspostjes, dat weet ik niet. Dat doet iemand anders er. Dus jij kunt ook reageren op mijn nieuwspostje die nu zit te kijken naar mijn filmpje. Je kunt ook naar www.zakkotv.be surfen en bijvoorbeeld in een reactie plaatsen van ja, Zakkotv stopt ermee. En dat is niet waar. Dus dat is fake news. Fake news. En dat haat ik. Echt waar, dat haat ik. Dat is echt fake news. En nu ben ik bijna bij mijn ouders al, dus dan heb ik ook weer al bijna geen muziek kunnen luisteren. Ik ga dan nog gewoon bij mijn thuis eten. Dus dat staat nog op de planning. En dan ga ik ook nog... Zat hier nog op zee of voor? Mijn man, zoveel volk hier. En hier ook opnieuw. Want hij stopt in een busje en ziet daar als jongen wat volk. Dat die op zo'n lijnbus ook zitten van ja, mondmasker verplicht. Ja, het is nu eenmaal zo leven met, dus met mondmaskers aan, dus zo leven. Dat is onze ja, nieuwe levensstijl, hè? Dus met mondmaskers gaan werken. Maar ik hoop dat we ooit binnenkort dat we daar gaan horen op de radio of televisie. Jawel, jullie mogen de mondmaskers nu laten. Wel, dan ga ik wel een gat in de lucht springen. Want dat doet hier altijd zo wat pijn. Au. Allee. Veel mensen die ook toch nog de regen trotseren. Deze. Dus nu ben ik bijna aangekomen bij mijn ouders. Daar ben ik wel echt heel blij om. Wat een werkdag hier al voorbij is. Nog 2 werkdagen te gaan en dan kan ik eindelijk zeggen van ja, het is weekend. En nu sta ik dus nog op papier op 8,9. Dus verlofdag dat ik nog moet invullen. Dus nog 8 dagen in deze jaar. Oh my god. Hoe ga ik dat nog oplossen? Had ik het niet weet. Maar ik ben aankomen met mijn ouders. Dus ik ga jullie laten. Allee, het is wat een weertje buiten. Het is nu hennig herfst echt aan het worden. 13,5 graad. 21 uur 15. Ja, ik ben mij aan het proberen zo als sap mogelijk nu naar huis te begeven. Want om 12 uur s'nachts mag niemand meer buiten. Alleen de politie. En de brandweer. En de ambulance. En mensen die tijdens de nacht ook werken, maar die een speciaal papier hebben. Ik vind het allemaal zo raar. Echt. Het is precies dat wij... ja, dat zijn precies de tijden van oorlog. Echt.
Ja, maar we zijn wel eigenlijk een klein beetje in oorlog, hè, mensen. Dat, jullie beseffen dat niet, hè? Ik hoop niet. Eén ding hoop ik niet. Eén ding. Dus kijken als het groen wordt. Ja, groen. Dat kan ik boven steken. Dus één ding hoop ik niet. Dat er oorlog komt. Van komt. Ik heb, ja, als je weet wat ik bedoel. Twee rijvakken, man. Oho. Want er al twee rijvakken. Ook professioneel. Dat ik op de uiterste rijstrook sta, dus, maar ik vind het echt raar hoe die daar staan op top van de rijstrook. En toch kunnen daar auto's langs. Ik snap het niet. Maar raar hoe ze daar staan. Ja, sorry mensen, ik ben even daar stil in. Nadat ik gewoon op deze rijstrook blijf. Ah, ze moeten dus richting de autostrade. Oké, bij deze. En nu gaat het ook nog eens harder regenen. Joep. Oké, mijn favoriete tankstation wordt terug deze hier. Op de 5. Ja, Frans Willem, want die bestaat toch niet meer. Nu mag ik daar wel reclame voor maken. Reclame maken van iets wat niet meer bestaat. Toppie! Moet kunnen. En ik heb hier op veel belichting, hè mensen? Echt waar, ik heb weer op topbelichting. Van de auto's. Allee. Oké. Let's do this. Ik ben nu richting mijn appartementje aan het rijden. We zijn nu echt ook heel zwaar aan het bespreken ook met de crew van Psycho TV. Ja, er moet ook nog entertainment komen voor de kijkers. Daar hebben jullie 100% gelijk in. Ik ga het niet doen door de week. Ik kan het alleen maar doen de enige dag dat ik nu momenteel door de coronatijden vrij ben, vrijdags. Je nadert een rood lichtcamera. Dankjewel. Maar hier mag ik nog 120, meneerke. Nu mag ik pas 90, meneerke. Maar wel bedankt om mij te waarschuwen, meneer. En het is nog altijd mooi. Kleurtje groen. Dus maar bij deze, ik ga jullie ook laten. Dus het is ook al redelijk laat. 21:20. Maar ik ben er echt 100% tot 200% mee eens dat er echt entertainment moet komen tussen de, jullie, tussen de fans en de kijkers. Oké, en links vax, ah nee, toch niet. Ik ging net op tijd terug naar rechts dat ik het zag. En dat ik het wou zeggen. Nee, ja, dus er moet dus entertainment komen. Er gaat dus een vaste datum komen, oftewel vrijdag met deze coronatijden, oftewel zaterdag of zondag. Een van die drie dagen gaat er een uur gespendeerd worden naar jullie toe.
Ja, jullie horen het goed. Naar jullie toe. Ik wil kijken wat dat gaat geven. Het kan zijn dat ik dat misschien ook al deze week in orde ga brengen. En ook laten starten. Eén ding wil ik ook wel dat dat rap in orde raakt. Want ik wil daar tegen 1 november mee beginnen. Psycho Radio. Ja, jullie hoorden het goed. Ik ga niet alleen blijven vloggen. Ik ga ook een radiozender opstarten op YouTube. Dus met free rare copyright music natuurlijk. Maar dan kan wel eens af en toe wel eens eentje in sneuvelen. Oh mannetjes, ja, dankjewel. Dus in sneuvelen dat er wel eentje kan tussen zitten van copyright music. Wat is copyright music? Ik zal een klein voorbeeld geven, zoals ik pak nu een stom voorbeeld, Barbie Girl. En Barbie Girl, en mijn plastic, is fantastic. Oh, mijn stem. Oops, even iets weggooien. Ja, dan kan ik nog voor. Ja, daar lag iets tegen mijn voeten aan. Dus, of wacht, welke kan ik dan nog nemen als voorbeeld? Jawel, van Team 3 Vekas en Like Mike. Of to your left, 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 left. To your right, 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 right. Ook van Dimitri Vegas en Like Mike. Hey, ik ken mijn kennissen in muziek. Yes, yes, yes. Woehoe. Ja, dus dat is allemaal copyright music. Dus dat mag ik dus weer al net niet draaien. Ik ga ook kijken. Als ik op een latere tijdstip, oh la 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 la, een latere tijdstip ook kan bezien. Als. Oké, hier staan ook weer al fietsers. Oké, heel raar. Als ik ook een lijst online kan gooien met al die freeware copyright music, en dan kunnen jullie daar dus uit kiezen, en die draai ik dan ook weer al op mijn radio. Maar er gaan dan ook weer al uren aan gewezen worden, dus bij deze. Dus dat wordt nog allemaal in de kleinste details geregeld. En misschien op een latere vlak, als het alles, maar ook echt alles, goed aan het lopen is, dat ik ook een eigen radioserver kan aanschaffen en dat ik dan ook wel copyright music kan... Ik kan laten afspelen op mijn radio. Bij deze. Dus zie ik dat nu goed. Oh ja, een wandelaar. Nee, dus. Dat wil ik dus allemaal nog gaan realiseren. Maar ik ga al sowieso al eerst testen. Ik weet niet hoeveel uren 10 dagen is. Ja, hoeveel uren dat letterlijk is met... ik wil eens een livestream doen van 10 dagen. Kijken hoe dat verloopt. Maar ik wel moet denken is dat ik wel onder 12 uur mijn livestream moet gaan resetten. Maar hoe ga ik dat doen? Dus ik ga mijn livestream dan resetten. Om de 12 uur moet die gereset worden. Om dat ook op te slaan op mijn YouTube kanaal. Dus dan ben ik aan het denken. Dus van 8 uur 's avonds tot 7 uur. Nee, van 7 uur 's avonds. Dan zet ik het livestream even af en dan terug op. Tot 7 uur 's morgens. Dan weer al een reset. Dat is een heel mooi plan. Dan komt ook mijn werkgelegenheid ook niet in gedrang. Dan ga ik ook moeten werken met een teamviewer. Hoho, dus kijk eens hoe ik zit zo aan na te denken om een hele leuke idee terug gaan
uit te werken voor jullie toe. Cool, oké. Okay. De voetballichten van de voetbalveldlichten springen net uit. Ja, dus bij deze. Dus ik ben echt nog ideeën aan het uitwerken. Die ik ook ga realiseren. Ik ga ook kijken hoe het dan ook juist zit. En dan heb ik ook nog een klein beetje slecht nieuws van op www.psychotv.be. Dat is, ik ga even voor een onbepaalde duur, dus ik weet niet voor hoe lang, de reactiepagina sluiten. Omwille van dat de haters zijn daar ook heel zwaar aan het op aan het reageren. En ja, dat is dus niet de bedoeling. Jullie kunnen er nog altijd op via de Discord server. Dus daar ga ik dan misschien, ik ben zo aan het denken, misschien dan daar de password nog gaat vrijgeven van die pagina. Ik ga de pagina niet deleten, die komt sowieso nog terug. Maar wanneer dan juist, dat weet ik niet. Maar ik heb wel echt heel graag dat er reacties worden gepost op mijn website. Niet alleen onder de nieuwspostjes, maar ook gewoon op de reactiepagina. Ik lees die reacties ook hoor. Echt waar. Ik lees die echt. Want elke reactie die daar wordt ook op gepost, krijg ik ook een e-mail binnen. Dus dat er gereageerd is. Dan moet ik toch nog naar mijn website surfen om, ja, om het aan te klikken en te, ja, te kijken van... Ja. Dat is goed. Maar bij deze... of, oh, nee, dat is niet goed. Die moet gedelete worden. Dus zo ben ik daar ook naar aan het kijken. Ik ga ook sowieso een e-mail zenden. Sowieso naar ja, jouw web. Ik ga wat drastische maatregelen moeten nemen. Zowel ook op YouTube als op Discord. Nu ook alles op mijn website. Kijk, is het, de aanbod groeit met negatieve reacties van bepaalde mensen die niet meer welkom zijn, ook bij Psycho TV. Dus ja, en die zijn nu mij aan het proberen zo goed mogelijk mij aan het zwart maken. Ik geef dat eerlijk toe, zo goed mogelijk aan het zwart maken. Maar het is hun niet aan het lukken. Op elke weg zijn we aan het kijken van, ja, dit kunnen we dus nu vermijden. Dus daar gooi je even een lock op. Ja, dus bij deze. Maar ja, ik ga nu naar binnen toe. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Te liken. Dat is integraal gratis. Vergeet ook niet te abonneren. Ook, oh mannetjes, ook integraal gratis. Hoe moeten jullie nog gratis hebben? Allee, het belletje. Als jullie daar ook op klikken, dat is ook helemaal gratis. Ik was even naar mijn broek aan kijken. Helemaal gratis. Ja, gratis. Als je een accountje aanmaakt op www.google.be, even daar een accountje aanmaken en dan naar www.youtube.com surfen. En dan naar mijn channel gaan, Psycho TV. En dan kun je op abonneren klikken. Dan blijven jullie ook op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe video online is gekomen. Maar willen jullie nog verder op de hoogte gehouden worden? Ja, dan moeten jullie gewoon integraal op het belletje drukken. Bij deze. Heel veel bedankt om weer een deel uit te maken van mijn leven. Bij deze rond ik het nu ook af. Tot morgen. Ciao. Nog één ding. Hou u veilig. Ik wil geen... kijkers verliezen met COVID-19. Dus hou je veilig. Hou je ook aan de maatregelen waar ze ook ja, voorschotelen. Hou daar ook aan. En nogmaals, download! En ik vergeet het elke keer. Nee, ik ga dus niet meer zeggen. Ga gewoon naar Google Play. Typ daar in het zoekbalk Corona Alert. En download die applicatie. Ik weet dat niet als dat ook op de iPhone is, maar als het ook op de iPhone is, download die applicatie en red levens bij deze. Tot morgen. Joe.